عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهر. Jongens, alhamdulillah, we zijn veilig aangekomen in Brussel. Ik heb er al 103 kilometer ongeveer al op zitten. Ik ben nu onderweg naar het hotel, even inchecken en dan ga ik even de stad verkennen. Hey beste mensen, daar ben ik weer. We zijn veilig aangekomen in Brussel. Ik ben even in de buurt van de grote markt. En ik had zin in een heerlijke Brusselse wafel. En dan, je moet jezelf natuurlijk wel belonen, hè. Het was wel een hele warme dag vandaag, hoor. Kijk eens, bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum beste mensen. Ik ben nu in het hotel. Ik heb lekker opgefrist, ik heb lekker gebeden. En ik heb een hele fijne fietsrit achter de rug. 112 kilometer erop zitten. En het gaat hartstikke goed, alhamdulillah. Ik zou zeggen, beste mensen, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor Sadaqa Jariya. Die zal voor elke letter beloond worden. Dunya en akhira, inshallah. En dat is zeker wat wij nodig hebben. En onthoud één ding, beste mensen, ik heb het zelf ook ervaren en de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft het ook gezegd. Als je doneert, zal het niet van jouw levensonderhoud verminderen. Liefdadigheid is altijd goed om te geven. Altijd, alles maar 1 euro, beste mensen. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en doneer ook voor jezelf. Investeer in het hiernomaals. Dan komt het zeker goed, inshallah. Ik ga lekker pitten, ga lekker slapen en morgen weer een dag. Dan komt het goed en dan neem ik jullie weer mee voor de tweede dag richting Zuid-België, inshallah. Ik zou zeggen, beste mensen, een hele fijne nachtrust toegewenst. En waalaikumsalam.